De maiskuil van melkveehouder Bert Wissels uit Hengelo in Gelderland is droger dan voorgaande jaren. Wissels is een van de boeren die meedoet aan het maïsmeetnet van Nieuwe Oogst. Ja, op zich goed, maar droog. 38,4% droogstof, dat is 4% droger dan normaal. Waar ik tenminste normaal heb. En, maar voor de rest is hij goed. Hij heeft bijna 1000 fem. Goed 404 zetmeel. Dus ja, dat is gewoon goed. En hij voert ook goed. Wissels voert dit jaar voor het eerst ook voederbieten. Ik had ze in het verre verleden ook al eens verbouwd en gevoerd aan mijn koeien. Dus ik wist een beetje wat me stond te wachten. Maar dat is echt goed voer. Je haalt veel tonnen, tussen 100 en 120 ton van hectare. En het is een suikerrijk product. Koeien vreten hem graag. Hoog fem, bijna ruim 1100 fem. En een heel hoog suiker. Nou ja, het is puur energie. En vooral de opbrengst is gigantisch. De koeien krijgen 12 kilogram mais, 12 kilogram voederbieten en 15, 16 kilogram kuilgras. Nou, en dan nog die 1,5 kilo eiwitrijke brok. Doordat de derogatienorm voor grasland is verhoogd naar 80%, probeert Wissels meer gras in de koe te krijgen. De onderzoekers hebben dat in Wageningen ook nog aangetipt. Dat voederbieten eigenlijk qua bij een groot aandeel gras beter past in het rantsoen dan te veel mais. Maar ja, ik vind mais een hartstikke mooi product. Het is een makkelijk product. Vrij opbrengstzeker product. Dus ik combineer ze dan toch nog maar liever. Ik zou nog graag zien, bijvoorbeeld de voederbieten vangt veel meer nitraat weg nog als een hectare gras. Dus ik zou heel graag zien dat die voederbiet eigenlijk een derogatiegras zou worden. Dat is dan misschien nog iets om mee te nemen. Aanstaande zaterdag meer over mais in Nieuwe Oogst.